Voor andere tijden sport, over naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Henny Kuiper, Olympisch kampioen, wereldkampioen, winnaar van 4 grote wielerklassiekers. En in 1977 is hij op weg om de Tour de France te winnen. Barrage van Henny Kuiper. Henny Kuiper komt eindelijk uit de schaduw van Thévenet en van Zoetemelk. En hij gaat hard. Het verschil groeit. In theorie rijdt Henny Kuiper op dit moment met 4 seconden voorsprong in de gele trui. Goedenavond. Hij is onbetwist een van Nederlands beste wielercoureurs aller tijden. Henny Kuiper. Hij wint Olympisch goud, hij wint de regenboogtrui, hij wint grote klassiekers. En in 1977 is hij klaar om ook de Tour de France te winnen. 9 jaar na Jan Janssen. Aan de wonderploeg waarvan hij deel uitmaakt, TI Rally met baas Peter Pos, zou het niet liggen. Kopman Kuiper wordt omringd door mannen als Kneteman, Lubberding en Carstens. Maar ook door de Duitse renner Didi Thurau. Hij is er de oorzaak van dat de Tour van 1977 een dramatische wending krijgt. Andere tijden sport over de droom van Henny Kuiper. Deo Komen. Deze koploop daar bij Bernard Thévenet, Henny Kuiper en Joop Zoetemelk. En daar is het geconcludeerd dat de 3 weer bij elkaar zijn. Ze demareren de open beurt en ze vertrouwen elkaar voor geen stuiver. Maar ze kunnen elke keer weer bijtrekken. Op dit ogenblik Bernard Thévenet op kop. De Alpe d'Huez. 40 jaar na de Tour van 1977 is Henny Kuiper terug op zijn berg. Ik test even toen ik vanmorgen wakker werd. Ik heb heel iets bijzonders. Soms associeer ik situaties met liedjes. Hurst, La Montanara, die berg en weet ik zo'n deuntje en dat zit dan de hele dag in mijn kop. Ik heb al een Duits repertoire wat liedjes betreft. En ik heb ook wel eens gehad dat ik in de berg reed. Ik wil terug naar de kust. Als je echt slecht reed in de bergen. Maar dat was toen die dag absoluut niet. En zo is dat liedje. Hurst, du La Montanara, die bergen. Ze kruisen dicht. Dan zo begint dat. En dat was vanmorgen om 7 uur. Twee melkbussen zweet van mij liggen hier. Minimaal. Met deze ploeg vertrekt TI Rally naar de Tour van 77. Een sterk gezelschap. Met Kneteman, Lubberding, De Kouwer, Thurau en met Henny Kuiper als kopman. Armen zwaaiend over de streep. Henny Kuiper, Nederland. Henny Kuiper, Oldenzaal. Wint Olympisch goud. Als Olympisch en wereldkampioen is Kuiper aangetrokken voor de grote rondes. Henny is dé man voor de Tour. Heb jij eisen gesteld in de ploeg van Post? Je bent wereldkampioen. En je hebt ook te maken met dus renners die ook wel de naam hebben. Ik denk hier aan Gerry Kneteman en aan Dietrich Thurau. Maar daar hebben we dus over gesproken. Ik geloof wel dat we dat eens... we zijn het dus eens geworden. Henk Lubberding heeft altijd voor de postploeg gereden. Hij maakt in de Tour van 77 zijn debuut. Het plan van de ploeg was dat Kuiper op dat podium moest in Parijs. En liefst op de hoogste treden natuurlijk. Maar daar had Post niet direct, denk ik, het vertrouwen in. Maar wel dat iedereen voor Kuiper moest werken. Journalist Joop Holthuizen heeft de rallyploeg jarenlang van dichtbij gevolgd. Hij schreef boeken over rally en over Henny Kuiper. Post die dacht van, nou ja, dat kan misschien wel een kopman worden voor de hondes. Maar ja, op dat moment had hij ook al een andere aangetrokken. En die man heet Didi Thurau. De Tour van 77. De TI rallyploeg aan het ontbijt. Didi Thurau trekt zich terug op zijn kamer. Nog voordat Peter Post de troepen kan inspecteren. De Tour van 77 is dan een week onderweg.
Thurau heeft verrassend de proloog gewonnen en rijdt in de gele trui. Het was mijn eerste jaar en ik weet gewoon, Kuiper was mijn eerste kopman. Maar er was na een dag was het al anders. Want Thurau, het oogappeltje van Post, die pakte de gele trui. Let wel, Reddy had nog nooit een gele trui gehad. Het was het tweede jaar Tourpas van Reddy. En ja, en dan zie je die stralende Thurau op dat podium staan. Dan heeft Post al in zijn hoofd van, ja, die trui gaan we verdedigen. Kuiper is gewoon tot nu toe nog de kopman, de uitgesproken kopman. Maar niettemin blijven wij toch de trui verdedigen van Dietrich Thurau tot zo lang mogelijk. Rally wilde de Duitse markt veroveren. En wat is nou mooier dan dat je zo'n plaatje van een wielrenner hebt met een charme en een uitstraling waar niemand mee kon concurreren, zeker Henny niet. En hij kon er bovendien hard fietsen, hij kon een goede tijdrit rijden, hij kon een sprint rijden. Henny kon niet sprinten. Dat Post zo dag was natuurlijk wel begrijpelijk, maar niet verstandig. En als je nou een kopman had gehad, à la Jan Raas, die had gezegd, godverdomme, ik ben de kopman. En het gebeurt niet dat je alleen voor Thurau gaat rijden. Mijn belangen moet ook verdelen. Henny niet. Er werd heel weinig gesproken. We hebben heel weinig vergadering gehad of proefbesprekingen bij Post. Heel weinig. Post was tactisch ook niet de man die het uitdokterde. Post kwam vaak, wat moeten we doen? Ja, doe maar wat, zei hij gewoon heel vaak. Maar je gaat naar een Tour de France met het plan, doe maar wat? Ja, dat gebeurde echt. Kun je niet voorstellen. Maar dat is zo. Door het geel van Thurau komt de positie van Henny Kuiper als kopman meteen al onder druk. Zeker als hij een dag later, op 1 juli, in de eerste etappe naar Auch achter in het peloton rijdt. Zijn ploeggenoot en beste vriend José de Kouwer signaleert het gevaar en schreeuwt hem meerdere keren naar voren. Ik zie Henny daar achteraan zitten. Ik doe een tik op de broek, zeg kom naar voren, want het gaat hier breken. Het is hier gevaarlijk naar het einde toe, draaien en keren. Dus ik rij naar hem, ik rij naar voren, ik kijk. Niet mee. Een nadeel wanneer je hele goede benen hebt en goed rijdt, dan zie je het gevaar niet dat ze zo rap rijdt. Ah, rustig jongen, niet zo nerveus. Ik zeg, kom aan nu terug mee. Ik kom vooraan, niet mee. Ik dacht, ja, zoek het uit. Ja, en hij zegt er nog een keer. En we komen in Oost, een valpartij. Ik hoor valpartij achter mij. Ik zei, hij moet er zeker bij zijn. Allee, niet direct in die valpartij, maar hij zit zeker achter die breuk die ontstaat. Ik kom door de finish, hij ziet mij. Ja, maar ja, sorry, maar ik zei, oh god. Ik heb mijn best gedaan om terug te komen en dan ga jij hier vanaf de eerste dag de boel verkloten. En, ja, maar rustig man, er gaan nog mijn minuten gegoocheld worden. Ik zeg, ja, maar het is wel zo nu. Het is nu wel. Toen was het huis klein. Maar dat is niet alleen Kouwertje die dan tegen hem tekeer gaat, maar iedereen laat hem het wel voelen. Die dat gezien heeft en die dat meemaakt, die laat hem dat voelen. Ja, dan komt er nog meer druk op de ketel bij Kuiper. En Kuiper wordt dan gewoon nerveuzer. Kijk, Henny moest je gewoon eigenlijk een beetje met rust laten. Na dat moment heeft hij 3 dagen bijna niet meer met mij gecommuniceerd. Zo kwaad was hij. Omdat ik voelde, alleen voelde niet. Ik kan je niet zeggen dat ik een glazen bol had of zoiets. Maar ik wist hoe belangrijk het is om dat soort momenten tijd te verliezen. Als je tijd verliest en je wordt weggereden, ja, dat kan je niet aan doen. Maar als je een tijd verliest door fouten te maken, dan moet je als klassementsrenner echt proberen te vermijden. Ik weet nog heel goed dat hij zei van, ah man, er gaan nog meer minuten gegoogeld worden. Maar het waren geen minuten, het waren seconden. In Auch verliest Henny Kuiper onnodig 15 seconden. De volgende dag, op 2 juli, voert de etappe over de Tourmalet naar Po. Henny Kuiper voelt zich goed. Hij rijdt weg met Van Impe. Er ontstaat een kopgroep van een paar favorieten. Thurau lost. Kuiper kan daar al de gele trui overnemen van Didi Thurau. Paul Soetekau is een van de rallymechaniciens tijdens die Tour. Hij geniet veel vertrouwen van de renners. Vanuit de ploegleidersauto volgt hij de koers en ziet die Thurau lossen. Wat doet Kuiper nou? Die laat ze afzakken. Die pakt Thurau op sleeptouw en die brengt hem terug in het peloton. En dat was geluk van Thurau, want in Po had hij nog de trui. Ik denk dat het Henny niet eens is opgedragen, maar dat hij dat bijna uit zichzelf deed, omdat dat de structuur van Post is. En Kuiper kan niet winnen. Al zit hij in die kopgroep, hij kan niet winnen. Als Thurau erin zit, kan hij het afmaken. Dat maakt een groot verschil. En daarnaast denkt Post dat je ook nog een ronde kunt winnen. En Thurau maakt het af. Dankzij het knechtenwerk van kopman Kuiper wint hij ook nog de etappe. Post is natuurlijk blij. Zijn keuze voor Thurau lijkt opnieuw goed uit te pakken.
was niet makkelijk om Tourau en Kuiper om daar het juiste beeld in te zien. Maar men had hen niet altijd moeten laten doorrijden met degene waar hij was, bovenop de Tourmalet. Peter Post is de hele Tour gericht op het geel van zijn Duitse wonderboy. Daarom voelt kopman Henny Kuiper zich niet gesteund. Ja, Tourau die is erg op zijn eigen. Hij heeft verder weinig contact met die jongens. Zoekt ook geen contact. Het is een jongen die bedist alles zelf. Is altijd alleen op zijn kamer of met zijn ploegmaat. Verder zie je hem ook nooit. Maar ik moet zeggen, het is een echte professional gewoon. Je hebt het hele verhaal Post en je hebt het verhaal Tourau, die een openbaring was op dat moment voor het wielrennen. Die Duitse blonde god, om het zo uit te drukken. Al die pers daaromheen. Ja, dat was toch een ander verhaal dan die brave tukker uit Oldenzaal. Als je op de fiets zag rijden als volger en als wielerliefhebber en je zag Tourau rijden, ja, dan hoorde je Mozart, dan hoorde je Beethoven, alles klopte. Het was muziek. Ja, en als je Henny zag rijden, ja, met alle excuses aan Henny wat dat betreft, maar hij zat scheef op de fiets. Hij zwoegde, hij stampte. Bij Tourau moest je denken aan Mozart. Bij Henny moest je denken aan de Boerenkapel die binnenkwam. Peter moest het hebben van tijdrijders, van Roy Schuiten, van Didi Tourau. Mooie flyers op de fiets. Mooie renners. Ja, Henny was net het tegenovergestelde. Halverwege de Tour. Post wil nog altijd dat zijn ploeg de gele trui van Tourau blijft verdedigen. De ambities van Kuiper kunnen de ijskast in. Ja, die zou ik aan, hè? Ik zal hem eens proberen. Daar komt ik op de fiets. Maar daar klopt er niks van. Over. 10 seconden met nou. Als dan Tourau de rol van de kampioen naar zich toe trekt, dan zeg je niet van, hallo, ik heb ook nog een plan. Nee. Sorry, maar is een kusso. Maar dat is alleen maar omdat je die confrontatie uit de weg wil gaan. Ja, denk het wel. Ik heb nog een tijdje van leven, dus ik ga dat wel eens uitzoeken. Maar ik denk wel dat dat is. De wil van Peter Post is wet. Maar binnen de ploeg heeft Tourau weinig tot geen vrienden. God, kleur. Dat is nooit gesmeerd, hè? Ik vond de grote klootzak ergens. Want, ja, kijk, Belgische personeel, die kijken tegen een renner aan of het een god is. Maar het is maar gewoon mens. Ik was bezig met de fietsen. En uit de hotelkamer riep die boven. Paul zit die nooit eens lenkenband. Weet je, moest je in Nieuw-Zeeland. Ik deed zo tegen hem, hè. Zoek het uit, hè. Met je nooit eens lenkenband. Kreeg ik een kop koffie van hem. Tourau reed in eigen belang. Daarvan lag hij ook niet zo goed in de ploeg. Die reed gewoon eigen belang. En Kreteman deed dat misschien ook wel. Maar die had natuurlijk veel meer verantwoordelijkheid ten opzichte van het team. Dat had Tourau niet, want die had al... Nee, die reed gewoon voor zichzelf. Als die kon winnen, dan reed hij gewoon voor te winnen. Hij won en hij was succesvol. En we gingen nog naar Duitsland toe. Man in Freiburg was met daar een circus. Er was maar één renner in die Tour, dat was Tourau. Ja, dat was dus voor Post reclame. Eerste klas, hè. Hij zag liever Tourau in de trui als dat Kuiper de trui had. En Tourau, dat was een klasbak, maar dat was echt een Duitser, hè. Van, die zag helemaal niet het werk wat je deed voor hem. Hij kreeg nog geen kop koffie van hem. Terwijl andere jongens, die kwamen na afloop van de etappe, kwamen ze wel eens naar ons toe. En die brachten iets voor ons mee en dergelijke, maar dat zag je van hem nooit. En daarom lag hij ook niet zo goed in de ploeg. Maar omdat Post helemaal geobsedeerd was door tijdrijders en mensen die mooi op de fiets zaten, had hij altijd een streepje voor op Kuiper. Hè? We benaderen Tourau voor deze uitzending. Hij zegt mee te willen werken, maar op de dag van de opnames zegt hij af. Hij laat, ondanks herhaaldelijke pogingen hem te bereiken, niets meer van zich horen. Voor Tourau telt alleen Tourau. Dat merkt ook Peter Post in die Tour van 77.
Het verhaal wat je nu elke dag hoort is dat je deze ploeg gaat verlaten omdat hij niet sterk genoeg zou zijn. Is dat zo? Ja, daar kan ik nog niks concreets over zeggen. Ik ga na de Tour de France kan ik beslissen wat ik doe volgend jaar. Ja, er komen nu natuurlijk geweldig veel hoge aanbiedingen waarschijnlijk. Ja, dat is normaal. Er komen veel ploegleiders, zijn afgekomen bij mij en hebben gevraagd voor volgend jaar. Dat is normaal. Maar ja, ik zal zien. Ik heb het zelf ook moeten vernemen uit de krant, uit de pers. En dat leeft ook bij de jongens. Maar tot nu toe stellen ze eigenlijk geweldig goed op. En ik moet wel zeggen, erg positief tegenover Tour. En dat is wel een pluspunt voor de ploeg. Waarom gaat een jongen weg bij een ploeg die zo voortreffelijk draait? Ja, dat is mij ook een groot vraagteken. Ik begrijp er helemaal niets van. Als je ziet, ja, dat je, ik zeg weer, uit de pers moet vernemen dat de ploeg niet sterk genoeg is waar hij in rijdt. Dat elke inzijde weet dat wij in de breedte gewoon de sterkste ploeg hebben. En als je dat moet horen van die jongen, en dat doet me erg pijn. De derde Tourweek. Tourau rijdt nog altijd in het geel. De Alpen doemen op. Morzine Avoriaz. De Col de la Madeleine. De Glandon. En de Alpe d'Huez. Het komt er nu op aan. Henny Kuiper staat nog altijd op minder dan een minuut van het erepodium. En dat Tourau het niet ging trekken, dat wist bijna iedereen en Post ergens ook wel. Alleen hij hoopte zo graag dat hij het wel zou redden. Maar in het Hogeberg had Tourau nog niks bewezen, alleen dat hij erdoor zou zakken. Maar omdat hij zo goed was, ja, ging Post er bijna in geloven, denk ik. Dat moet toch iemand gaan zeggen, ja, maar wacht even. De Tour is 3 weken, in de 3e week gebeurt het. Moeten we niet een plan maken om het eindklassement te gaan winnen? Dat gebeurde niet. Sorry? Dat gebeurde gewoon niet. En ik was ook niet de man om daar, Ik presteerde het beste wanneer ik een omgeving had die mij begreep en ook deed zoals ik het graag wilde. En die in u geloofde? Ja, dat laatste vond ik heel belangrijk. Ik moet even kijken. Hij is weer plat, hè? Ik denk dat achteraf wat ik in de klassiekers allemaal gepresteerd heb, toen zijn Post zijn ogen wel opengaan, heeft hij ook wel eens toegegeven. Je reist naar peloton en dan kom je van de auto. Hij is overleden en ik zou graag wel eens met hem willen discussiëren over dingen, maar dat gaat helaas niet meer. Maar ja. En van Tura weer terug naar Henny Kuiper op de rug gezien en dat terwijl hier de stand. De eerste Alpen-etappe is de klimtijdrit naar Avoriaz. De vorm van Kuiper groeit. Gek om dat te moeten zeggen, maar hier is een van zijn grootste rivalen. Terwijl ze toch samen in één ploeg zitten, die Tura weer terug. Tourau verliest het geel aan de Franse favoriet Bernard Thévenet, die al in 1975 de Tour won. Kan passeren. Bernard Thévenet, die na Henny Kuiper is gestart en toch ook wel tot een van de favorieten voor deze ronde. Thévenet rijdt Tourau uit het geel en de weg voor Henny Kuiper ligt open. Zijn achterstand op Thévenet is maar 49 seconden. Hij bleef 15 dagen in het geel, hè, Tourau. Dus 15 dagen lang hebben ze ook die trui verdedigd en hebben ze in de eerste plaats aan de belangen van Tourau gedacht en aan de publiciteit, maar niet aan de belangen van Henny. Want als de ploeg in zijn dienst rijdt, kan hij zijn krachten meer sparen en dan was hij frisser begonnen aan dat volgende karwei en dat was Alpe d'Huez. Op de Alpe d'Huez kan hij toeslaan. Een etappe winnen, een gooi doen naar het geel, daar moet het gebeuren. De Alp is Henny's laatste kans. Een grote, zo niet beslissende rol gaan spelen voor wat betreft wie in Parijs de gele trui om zijn schouders mag trekken. De demarrage van Henny Kuiper. Henny Kuiper komt eindelijk uit de schaduw van Thévenet en van Zoetemelk. En hij gaat hard weg. U ziet dat hij op slag een 50 meter voorsprong heeft. 2 dagen in deze Alpen heeft hij zich in de schaduw gehouden van de andere favorieten. En nu is hij dan ontbrand. De man die 15 dagen gevangen zat omdat zijn ploegmakker Didi Tourau in de gele trui reed. Ja, hier is verder geen gebeuren. Toen voelde ik dat ik de beste was van de drie. Ik denk gaan aanvallen. En dat was wel een splijtende demarrage eigenlijk. Mevrouwtje Kuiper houdt u vast in Brabant, hè? Want hier komt hier Henny aan. Henny Kuiper heeft zich losgerukt van Bernard Thévenet en Job Zoetemelk. Henny Kuiper over zijn stuur gebogen, zijn armen gestaald op staart. Daar komt hij aan met een enorme trek. Henny jongens, hou je dat vol. Henny Kuiper, ooit in München, Olympisch kampioen. Ooit wereldkampioen op de weg in Ivoire.
en dan hier een serieuze gooi doende naar de Tour-overwinning. Ja, dit is het moment dat Peter Post bij je komt rijden. Wat zegt hij tegen je? Ja, doorgaan, maar dat weet ik zelf ook wel. Maar geen tactische informatie. We gaan even naar Peter Post rijden. Rembrandt naar Peter Post. En hoort de kreten Peter Post die voortdurend Henny Kuiper opjaagt. 1 minuut en 40 seconden was het net. U hoort het allemaal wel, hè? Peter, wat er gebeurt hier allemaal, jongen? Ja, dat geldt de verrassingen. Kuiper heeft gedemarreerd en Teffen en Zoetenoot zijn eraf. En nu is de finale begonnen van de Tour de France. We hadden het beste hopen. Het is onvoorstelbaar. Maar ik wist op dat moment niet dat ik zo dicht bij het geel was. Dat geeft natuurlijk wel een heel apart gevoel. Ik wilde zo graag die gele trui en zo graag een keer die Tour winnen. Het verschil groeit. In theorie rijdt Henny Kuiper op dit moment met 4 seconden voorsprong in de gele trui. Thévenin op jacht naar Kuiper. Wat een fantastische sport eigenlijk. Nu leeft de Tour de France. Henny Kuiper weet niet dat hij virtueel in het geel rijdt. Hij is zo vol van zijn overwinning dat hij de laatste kilometer niet langer voluit fietst. Maar wat ik verzaakt heb, deed TVN wel heel goed in de laatste kilometer. Maar hoeveel seconden zijn nu bestreken? 27 seconden, 30 seconden. U hoort misschien het applaus van het publiek, het gejuich. U hoort de motoren, de halte die ver aan te verleggen niet. 25 seconden, 40 seconden dit ogenblik. Oh jongens, wat wordt het verschrikkelijk spannend straks. Nog bijna 1000 meter en dan zit het er voor Henny Kuiper op. En dan krijgen wij een nieuwe grandioze triomf. 40, non, peut-être pas, attention. 41, 42, 43, la 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 la, 44, 45, 46, 47. Ils sont dans le même temps, à une seconde près. Ça se tient à une seconde à Boulion. Je vais faire Garib qui va gagner cette 17e étape du Tour de France. Daar komt Kuiper aan. Nog een laatste bocht. Hier heb ik nog 3 keer geschakeld eigenlijk. En het vaat verminderd. Het was echt een gigantisch slagveld die dag. Maar hier was ik. Maar dit stuk? Ja, als je tijd doorkrijgt van geel, toch nog anders. Daar komt hij aan. Henny Kuiper, moe gestreden. Maar straks, oh zo gelukkig, pers nog even alles eruit. En toen ik op 500 meter van de streep, toen ging ik uit mijn dak. Kippenvel over mijn hele lichaam. Ik heb hem. En dat was de rit. Maar daar verloor ik het geel. Heel pijnlijk achteraf. Daar komt die over de finish. En nu is het gebeurd. Uitstekend Henny Kuiper. Bravo jongen. Dat heb je geweldig gedaan vanmiddag. Geweldig gedaan. Henny Kuiper. Hij lacht. Hij 8 seconden. Lacht. Ja. Niks in de mensenleven. Kijk, en als je hier niet trapt of sprint. Hier wordt het ook alweer steiler. Dan gaat de 8 seconden heel snel. Ja, ik denk dat we er zijn nu. Post, die moet toch weten van, als die Kuiper doorrijdt, dan hebben we de gele trui weer in de ploeg. Want toen hadden we hem heel lang gehad. Maar Post zegt niks. Nooit over gesproken. Nooit over gesproken. Ja, nee, ja, kan gebeuren. Zoiets. Nee, het had niet mogen gebeuren. Post had daar moeten zijn. Thévenin, die nog een sprint weet uit de pers. Thévenin, en hoe lang is hij nu al achter? Het is nu een halve minuut. Een halve minuut, en hij is er nog niet. Het is 33, 34, 35 seconden. Hij is er nog niet, maar hij zal het halen. Hij zal de gele trui inhouden. Het wordt geen 49 seconden. Het is 40, 41, 42 seconden. Thévenin is binnen. Maar ja, die komt binnen op 41 seconden. 8 seconden komt Henny tekort voor die gele trui. Denk nog even terug aan Oos, 15 seconden. Dat verklaart natuurlijk heel veel. Want als hij gewoon naar doorgereden, had hij hem daar kunnen houden. Als hij Oos niet verloren had, had hij die 15 seconden, had hij die trui gehad. Ja. De eerste etappe naar Oos komt Henny Kuiper dus duur te staan. Hij wint op de Alp, maar zal nooit meer zo dicht bij het geel komen. Tourau zakt door het ijs. En verliest meer dan 11 minuten. Thévenin redt weliswaar de gele trui, maar moet tot het uiterste gaan. Een paar seconden scheelde maar 8 seconden voorsprong. Maar wat nog wel fout ging, en dat hadden we wel kunnen rechtzetten, vind ik zelf. Thévenin had alles uit de kast moeten halen om dat geel te verdedigen. En de volgende dag was er nog een best wel zware rit naar Saint-Étienne.
En die hadden we zeker moeten aangrijpen om tactisch nog een keer proberen om hem eruit te rijden. Ja, maar dan had toch ook misschien u zelf wel moeten zeggen, s'avonds aan het diner, morgen jongens, vanaf vertrek, erop. Heb je helemaal gelijk in. En is dat, ik heb niet de killersmentaliteit, wel voor mezelf, maar niet voor de concurrentie. En ik denk dat het echt mee te maken heeft, ik ben geen geboren leider. Twee dagen voor Parijs kan Henny Kuiper de 8 seconden op de VNN nog goedmaken in de tijdrit in Dijon. Een tweede Nederlandse toerzege ligt nog altijd binnen bereik. Het mislopen van de trui op Alpe d'Huez is nadelig voor Kuiper. De drager van de gele trui wordt door tal van motoren in de tijdrit naar de finish gezogen. Kuiper mist dat. Waardoor nu de motoren voor TVN zo in V gingen rijden, zo Fransman zijnde, en de motoren daar, ja, informatie ervoor. Dan zit je in het zog, in de zuiging van die mensen. En dan scheelt dat handenvol secondes. Hoop motoren eromheen, helikopter erboven, uit de wind gezet, zoveel als mogelijk was. En daardoor klopt hij die Kuiper nog in de tijd om. Komt niet door de tijdrit, het komt omdat hij die gele trui niet had. Daar ben ik van overtuigd. Als je die gele trui had gehad, had hij die Tour gewonnen. Maar hij had die gele trui niet, dus hij verliest die Tour. Wat heb jij gereden? 12 hoor. Henny Kuiper geeft alles. In het eerste deel van de tijdrit is hij sneller dan Thévenet. Daarna levert hij in. Nou ja. Ik voel helemaal leeg gereden te zijn. Ja, ik kon niet meer. 38 seconden, dat voor het weekend niks meer. Alles bij elkaar is altijd zoiets gaan worden. In Parijs is pas de Tour afgelopen. Ja, ik hoop niet dat hij valt, maar hij mag. Uiteindelijk legt hij 28 seconden toe op Bernard Thévenet, die buiten beeld van de Nederlandse camera's onder luid gejuich van de Fransen de streep passeert en zijn toerzege bezegelt. Op de massagetafel beseft Henny Kuiper dat zijn Tour verloren is. Tweede worden is geweldig mooi. Ik kan geen, hoera roepen natuurlijk. Maar ik ben ook niet blij. Maar ja, twee worden is mooi. Maar als je zo dicht bij de gele trui bent, dan is het toch wel zonde om te verliezen. Maar ja, TVNR was superieur vandaag. Ik geloof dat iedereen daar wel over eens is. Je ziet toch maar weer dat zo'n gele trui toch wel het een en ander doet natuurlijk. En dan voor eigen publiek. Hij woont hier in de buurt. Voor zijn Frankrijk. Ja. Hij was natuurlijk ook geweldig gemotiveerd. Maar daar alleen kun je natuurlijk niet meer winnen. Hij heeft fantastisch gereden. Ik heb geen enkele excuus. Ik ben geklopt door de beste. Na de massage wacht de trein richting Parijs. De begeleiders, de ploegleiders zijn allemaal echt aan het einde. Ik geloof nog niet zozeer lichamelijk, maar geestelijk is het geweldig zwaar. En, het wordt tijd dat het afgelopen is. Jammer, jammer. Want hij heeft dus nooit de gele trui gedragen. Hij was er nooit zo dichtbij geweest als toen. Hij is nooit zo dichtbij geweest bij een toerzeger als toen. Hij had het absoluut verdiend te winnen. Hij was naar mijn overtuiging absoluut de beste renner van het hele peloton. Het is niet gebeurd. Jammer. Parijs, de Champs-Élysées. Henny Kuiper eindigt in de Tour de France op de tweede plaats. Op 48 seconden van Bernard Thévenet. Tourau eindigt als vijfde. Op meer dan 12 minuten. Veel zin in de huldiging heeft Henny Kuiper niet. Ja, als ik die Tour had gewonnen, ja. Ik zeg maar dat de 10 is voor onze lieve Heer. Maar ik mag mezelf nog een heel mooi cijfer geven voor mijn carrière. En dit had wel uitzonderlijk geweest, dan had ik iets bereikt wat bijna niemand gepresteerd heeft in mijn sport. Ik denk wel, nou, wie ben je nog hier op deze aardkloot en wat heb je gedaan? En ik denk dat ieder mens wel eens over mag nadenken, wat houdt jou hier bezig? Ik denk wel dat ik heel veel mensen veel plezier heb beleefd. En ook spanning? Ja, het hoeft ook niet altijd winnen te zijn. En, het moet, ja, spannend. Ja, sport is beleving toch? Ja. Sous la montagne, die bergen, ze grüßen dich. Hörst du mein Echo schallen? 3 jaar later, in 1980, is er wel een Nederlander die de eindzege pakt in de Tour. Joop Zoetemelk. En wie wordt de tweede? Henny Kuiper.